Broodfondsen, zorgcoöperaties. Het zijn moderne vormen van zelforganisatie die sterk opkomen. Maar coöperaties zijn er langer dan vandaag. Historicus Tine de Moor blikt terug tot de middeleeuwen om erachter te komen welke vormen van coöperatie het meeste kans van slagen hebben. Terug naar de wortels van de samenwerkende mens. Ik ben eigenlijk geschiedenis gaan studeren vanuit een heel groot interesse in hedendaagse problematieken. Ik wou meer weten over de echte lange termijn ontwikkelingen. Vooral op ecologisch, economisch en sociaal vlak. Om vandaag, de situatie vandaag, in al die domeinen eigenlijk beter te kunnen begrijpen. En ik kijk vooral naar instituties voor collectieve actie. Dat zijn eigenlijk allerlei vormen van samenwerking die mensen opzetten om bepaalde maatschappelijke problemen aan te pakken. En dan denken we bijvoorbeeld aan mensen die in het verleden bijvoorbeeld boeren die gingen samenwerken op meenten, markengenootschappen, noemt men dat dan in Nederland. In het Engels verwijst men daar naar commons. Maar je hebt ook in de stedelijke omgeving bijvoorbeeld ambachtslieden die gingen samenwerken om een productie mogelijk te maken en om een allerlei vormen van sociale verzekering mogelijk te maken. Door ons historisch onderzoek, ook in samenwerking met andere disciplines trouwens, proberen we eigenlijk te zoeken naar wat een samenwerking op de hele lange termijn nu precies mogelijk maakt. Hoe men erin slaagt om daar ook duurzame instituties voor te bouwen. En eigenlijk zijn we op die manier een beetje op zoek naar de heilige graal van de samenwerking. En een van de zaken die we het verleden gedaan hebben, is een heel gedetailleerde analyse van de regels die mensen bedenken om samen een gemeenschappelijke weide bijvoorbeeld te beheren. En hoe ze daarin slagen om die regels regelmatig aan te passen aan de veranderende omstandigheden in de samenleving. Erfgooiers waren zo'n collectief van boeren uit het Gooi. Maar de veeteelt was toch wel het voornaamste middel van bestaan van deze groep boeren, die hun vee op een zogenaamde meent, een gemeenschappelijke weide, lieten grazen. Dit collectief heeft van de 13e eeuw tot in de 20e eeuw bestaan. Wij kijken naar instituties die vaak 600 jaar overleefd hebben. En uiteraard in die 600 jaar gebeurt er heel wat. Sommige van die instituties overleven die veranderingen ook niet. Andere slagen daar wonderwel in. Andere zijn zelfs tot in de 20e eeuw helemaal doorgegroeid. En dan is de vraag natuurlijk van, ja, waarom is die ene dan is die langer in leven gebleven, zeg maar, dan die andere. Dan gaan we echt heel gedetailleerd kijken welke mechanismen daarvoor gebruikt worden. En voor de datacollectie die bij deze projecten komt kijken, vallen we in veel gevallen terug ook op samenwerking met burgers. Dan kunnen we ook meteen wat we geleerd hebben in de praktijk omzetten. We hebben allerlei projecten rond citizen science. Citizen science waarbij burgers eigenlijk zelf meedraaien in wetenschap en enerzijds om bijvoorbeeld data te verzamelen, maar ook om als klankbord te dienen en om ons als wetenschappers te voeden met nieuwe ideeën, met nieuwe inzichten en met vaak heel verrassende vragen waar wij dan weer op steunen om een bepaalde wending in ons onderzoek door te voeren.